Vandaag ben ik hier op deze bijzondere plek in Utrecht, waar ik een afspraak heb met Pieter Litjens. Goeiedag. Hey, hoi. Hoi, Marit de Groot. Pieter Litjens, hoi. Waar zijn we vandaag? Nou, we zijn op het Amsterdam-Rijnkanaal en als je daar onderdoor kijkt, zeg maar, dan zie je de Galenkopperbrug, waar heel hard aan gewerkt wordt. Ja, dat zijn belangrijke onderdelen van onze grondweg- en waterbouw, waar digitalisering in de komende jaren, als het goed is, een heleboel gaat helpen. Helpen bij het beter onderhouden, het duurzamer beschikbaar houden van al die infrastructuur die nodig is voor de bloedsomloop van Nederland eigenlijk. Hoe kijk jij nou aan tegen de huidige ontwikkelingen? Dat het goed gaat, maar nog niet snel genoeg. En een voorbeeld hier is een hele mooie grote brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. We hebben honderden, duizenden bruggen in Nederland. We weten amper hoe ze eraan toe zijn. Als je je vervangings- en onderhoudsopgave in de infrastructuur op een goede manier wil doen, duurzamer wil doen, efficiënter wil doen, noem maar op, dan heb je digitalisering echt keihard nodig. We hebben een enorme vervangings- en onderhoudsopgave in de infrastructuur. We moeten 1 miljoen woningen bouwen in 10 jaar. We hebben een duurzaamheidsopgave, energietransitie, allemaal opgaven die ontzettend belangrijk zijn. En als je dat wil realiseren, dan moet je alles op alles zetten. En digitalisering gaat keihard nodig zijn om dat duurzamer en efficiënter en beter te kunnen doen. En wat doen jullie nou binnen het CROW aan digitalisering? Wij ontwikkelen samen met de sector ontwikkelen wij standaarden, digitale standaarden. Proberen wij object type libraries te ontwikkelen, OTL's. En daarmee proberen we gemeenschappelijke taal te creëren. En daarnaast is CROW een organisatie die goed is in het beheren van het instrumentarium. Het doorontwikkelen daarvan, samen met de sector. En ervoor zorgen dat het ook in de praktijk kan worden toegepast. En heb jij dan ook nog een mooi specifiek voorbeeld op het gebied van digitaal samenwerken? Nou, ik heb vooral eigenlijk een zorg. Er zijn ontzettend veel mensen en partijen doordrongen van de noodzaak van digitalisering. Er is ook vaak heel veel geld voor beschikbaar. Maar wat ik zie is dat er in de praktijk heel vaak geld wordt gestoken in de ontwikkelfase, in projecten, waarbij nieuwe dingen worden bedacht. Maar dan moet er worden gezorgd dat die projecten, al die instrumenten, die standaarden bijvoorbeeld die je met elkaar ontwikkelt, dat je die ook in de praktijk gaat gebruiken. En die toepassingsbevordering is vaak een blinde vlek. En de DigiGo-beweging, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. Ik vind de positieve beweging een aantal jaar geleden ingezet. En nu zijn we denk ik zover dat er een stevig bouwwerk staat waarin de belangrijkste onderwerpen, het op gang brengen van, het vlot trekken van nieuwe initiatieven, dat vliegwiel op gang brengen, goed geborgd is. En die DigiGo-ontwikkeling die vormt een netwerk dat tot heel erg veel in staat is de komende jaren. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. En wat zou jij de keten nou willen adviseren om die ontwikkeling op gang te brengen? Ik zou de keten willen adviseren het onderwerp beheer en doorontwikkeling serieus te nemen. Serieus te nemen ook in de financiering. Zorg ervoor dat je voldoende focus hebt voor het proces wat daarna komt. Succes vieren als een project succesvol is afgerond is mooi. Maar het ontwikkelen van een standaard is één. Ervoor zorgen dat die uiteindelijk ook de komende decennia gaat werken. En als digitale standaard tot meerwaarde gaat leveren, tot impact gaat leiden, vergt lange adem, moet meer aandacht krijgen. En als de keten ervoor zorgt dat de rollen daarin ook duidelijk belegd zijn, maar iedereen die verantwoordelijkheid als partner zeg maar, in zo'n ontwikkeling neemt, dan ben ik ervan overtuigd dat we hele mooie dingen kunnen doen.